Oostwestverbinding heeft vandaag weer een leven opgeëist. Een persoon heeft het leven gelaten terwijl 6 zwaargewonden vervoerd zijn naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De aanrijding vond plaats ter hoogte van kilometer 40 bij Plantage De Hulp. Volgens de politie zijn een bus en pick-up met elkaar in botsing gekomen. Er is wel niet aangegeven hoe dit verkeersongeval heeft plaatsgehad. Gisteren heeft de 64-jarige Danpati Mangli bij een verkeersongeval op dezelfde Oost-Westverbinding het leven verloren. De chauffeur verloor toen de controle over het stuur. Bij dit verkeersongeval moesten 4 gewonden door de brandweer bevrijd worden.